De hoofdweg van het district Koroni verkeert in slechte staat. Op veel plekken zijn er kuilen die het lastig maken voor de weggebruikers. Districtscommissaris Michael Winter legt uit wat er gedaan zal worden om dit probleem te verhelpen. We hebben al met OW gesproken, afdeling wegen. En ze hebben ons beloofd om in de, zeg maar de komende week ons te voorzien van asfalt. Maar het zou in feite reeds gebeurd moeten zijn, maar vanwege de aanhoudende regens is het ons afgeraden om de gaten te dichten tijdens de regentijd. Dus we wachten even, die als we horen op June, zodat we denken dat we beginnen op alle de olo. Dus alle middelen zijn nu op dit moment al beschikbaar? Ja, het is al beschikbaar. Ik heb afgestemd met OW afdeling wegen en ze zijn al beschikbaar. Wat wordt er gedaan wat betreft het alert houden van die mensen? Wel, via BIC hebben we de mensen opgeroepen om even geduld te betrachten. Mis heb toch deze mee klagen, want die is zoeta in Olo. Maar ik vind het tapa Olo nono die op dit ogenblik, mijn brada, geloof mij, binnen een moment van tijd Olo opbakken, want vanwege de aanhoudende regen. De burgervader doet een beroep op de gemeenschap om wat geduld op te brengen. Hij snapt de ergernis van de weggebruikers, omdat hij dagelijks gebruik maakt van de weg. Winters verzoekt bestuurders op hun snelheid te letten. Hij belooft de komende week al met het ministerie van Openbare Werken aan het herstel van de weg te werken als het weer het toelaat.